Allemaal grauwe gorsen dit. Allemaal grauwe gorsen. Met een buizerd op de paal. De Camargue vind ik wel een heel fascinerend gebied om vogels te kijken, zelfs in de winter. Ik loop nu in het natuurgebied achter Musée de Camargue ten zuiden van Arles. Ah, dit is ook een geweldig gebied, zeker wanneer het zo windstil is als nu. Ik heb hier werkelijk massa's, maar dan ook massa's grauwe gorzen gezien. Ik heb zwermen gezien van honderden exemplaren. Ik stond er versteld van. Maar wat ook mooi was, was het moment waarop de kraanvogels op de wieken gingen. Ze stegen massaal op om net voor de schemering naar hun slaapgebieden te gaan. En ik hoor ze daar weer aankomen. Hoor ze komen pal over. Daar komen ze. Kun jij ze filmen? Daar. Filmen. Mooi. Waanzinnig, wat mooi. Waanzinnig. Nou, dit was toch wel een mooi slotakkoord van mijn vogelweek in de Camargue. Vogels kijken in de winter in de Camargue is ook beslist een aanrader. Zeker vanwege die kraanvogels die je hier in bepaalde gebieden echt volop hoort en ziet. Maar natuurlijk ook vanwege de grauwe gorzen. Wat ik zelf een hele mooie soort vind en typisch ook voor het Franse platteland. Ik heb ervan genoten. Ik hoop dat jij van deze serie ook hebt genoten. Wie weet ga je ook een keer naar de Camargue. Het zij in de winter, het zij in het voorjaar. Het is beslist een aanrader. Veel plezier met vogels kijken. En wie weet, veel plezier in de Camargue.